In 1944, bykans 80 jaar gelede, het Dr. Henny Pieterse 'n baie besonderse klankopname gemaak. Dit is 'n vertelling deur Rooi Piet Joubert oor sy ervaring as boerekryger gedurende die Eerste Vryheidsoorlog. Rooi Piet was ten die tyd wat die opname gemaak is, reeds 'n bejaarde man van in sy 80's, maar slaag nietemin daarin om gebeure wat 65 jaar van tevore afgespeel het, te herroep asof dit 'n dag gelede plaasgevind het. Die Suid-Afrikaanse Republiek is op 12 Mei 1877 deur die Britse Ryk as die Transvaal-kolonie geannexeer, maar so wat 4 jaar later het die boervolk al onafhanklikheid met die afloop van die Eerste Anglo-Boereoorlog herstel. Die oorlog het pas na 'n groot volksvergadering te Paardekraal op 20 Desember 1880 uitgebreek en kort na die slag van Majuba met 'n vredesverdrag op 23 Maart 1881 geëindig. Rooi Piet Joubert het onder meer die volksvergadering te Paardekraal, insluitende die Paardekraal gelofte aflegging, die besetting van Heidelberg, die slag van Bronkhorstspruit, die slag van Laingsnek, die slag van Skuinshoogte en die slag van Majuba meegemaak. Dit is met die toestemming van 'n nasaat van Rooi Piet Joubert, blykbaar 'n agterkleinkind van hom, dat daar vandag met dankbaarheid na die juweel uit die skatkis van die boervolk se erfenis geluister kan word. Op Paardekraal is ons saamgekom en ook gepraat met die publiek, maar onder andere het ons daar ooreengekom en net één stem gehad, en dit was: ons wil die land herproclameer om terug. En daar is toe opgeneem ons geweers en ammunitie, wel elke burger had een geweer, ons was daar zo dikke oor die 4000. Maar onze ammunitie, dat is alles gelijk op verdeel onder ons mannen, daar had elke man 11 schoten. Daarmee moest ons oorlog verklaard in Engel, die grote mogendheid. En dit met de klomp voorlaars waaronder nog ooit van geweers ook was. Nou, die meeste was allerhande andere soorten van voorlaars, wat moet koe schieten, kruid en doppie. En toen had ons de heer daar een belofte gedoen, dat is ons andermaal uit die hand van onze vijand verlos, dat ons die 16e december, zoals onze voorvaders, zoals hij hulle verlossen, die dag aan hom sal wy als het dag wat heilig is. Van niet te handel op die dag, nie. Al die is hier nie op een feestplek, maar in jou huis, die dag als het sabbat deur te brengen in die dienst van die Heer. En daarop het ons elke in een klip gebring en daar op mekaar gestapel als een getuige tussen God en ons, dat ons om die belofte gedoen het. Dat ons om die gelofte gedoen het en dat ons dit zal houden en voorbrengen op ons kinders en nageslacht is. En ik voel het vandaag nog alsof ik die dag zie in die gevoel wat daar die dag was. Om die grote stap te doen. Ons, het was voor ons donker daar. Jullie moet weten dat ons had niemand wat ons nou kon omkijken. Geen ander mogendheid, nie, geen vriend of geen niemand. Nie. Ons moest Engeland weg, ons moest dood of weg. Het was al. Maar ons had daar alleen een God wat ons op vertrouwen. Zoals president Kreer die dag daar gezegd had, ons zal een gouden hang, want het is een machtige mogendheid, dat de generaal Joubert weer opgestaan en heeft gezegd, Engeland is wel machtig, hij was ook in Engeland en heeft al zijn machtig gezien, maar God is almachtig en Engeland is niet almachtig. En toen is die keuze aan ons gelaten, of ons gaan die land proclameren, wat ons wederse oorlogsverklaring, en of ons, wat ons moet doen en al wat daarvoor is, moest recht eraan toe staan, zoals heilige staan, zo recht eraan toe en die ander linker aan toe. Maar daar had niet één man gebleven, die had sommer allemaal met ons recht eraan toe gelopen, ons wil die land hebben. Zo is dit toen ook gedoen. Dus daarna, die kronjeel naar Potchefstroom gestuurd met
die proclamatie om de daar te laten drukken. En daar is toen die eerste botsing geweest. Tussen Engelsen, daar was ook een Engelse kamp of een fort. En die had uit die fort had geschiet op die mensen. En daar is die eerste botsing geweest op die 16e december. Toen is ons gestuurd, tot ons kamp, de Piet Kroonierweg is getrekt naar Heidelberg. Dat was een vreselijke grote lager van waanzin. En ons had Heidelberg in bezit genomen en daar had ons regering gesticht. Die ons had van tevoren op werkraad al gekies. En driemanskap, Paul Creer als waarnemende president, Piet Joubert als commandant-generaal en Pretorius als raadgever. Adviseur van die driemanskap. En verder is daartoe gekies die commandanten en veldkornetten van al die districten en wijken enzovoort. En zo is ons toen naar Heidelberg getrekken, daar Heidelberg in bezit genomen, die regering daar gevestigd als die hoofdkwartieren van ons. En daarna is ons uitgetrekt naar Bronkhorstspruit om een Lord Engelse wat van Leidenburg op pad was naar Pretoria om hulle voor te geven. En toen ons daar na de Bronkhorstspruit kwam, daar het ons hulle ontmoet die morgen op die 20ste van december. En toen ons nader kwam, dat ons wachten uitgaat, verkenners altijd uitgaan, ten oostelijk voorgereden. En toen achter het bord stilgehouden, maar daar is ons op een rij geplaatst, zodat als ons uitkomen in die Engelse schiet, laat ons niet twee man over elkaar kunnen schieten, maar ons met één inwezen. Zo had ons daar op die bult uitgekomen, toen ons die tijden kwijlen is, nu net in de andere kant recht voor ons. Toen ons die bult uitgereden toe, ons daar uitkomen, het sommer die wil geblazen, en die troepen en gelukt, en die woonstrek en de hoeken, de wassen gedoemde daar, en die vrienden speelt. Maar ons het eerst een Frans Joubert een wit vlag gestuurd, en laat vragen of daar die officier die leer van daar die Engelsen wil oorgeven, en toen laat hij terug weten, hij gaat naar Pretoria en hij laat hem van niemand keren. Daar heb het ons order gekregen om te sterven. En ik heb mijn oog gehad op die verreruiter bij die troepen. Met op die inkant van die troepen op het berg zitten. Ik wist dit met die officier wees. En ik heb het hele goed in die oog gehouden om storm of hij schiet. Maar hij had niet geschiet, niet tot ik hoor hoort en toen ons moest hoort. Net toen ik me daar inruk, toen val die eerste schoot en ik zie dat twee van die Engelse troepen vallen. Met die slag toen mijn voeten grond vat, toen schiet die Engelse laat het kraak. En ik heb afgesprongen en weggedraaid, mijn eerste schoot op daar die officier geschiet, want toen gaat hij plat leeg op zijn derde. Maar toen mijn schoot valt, toen leeg hij met derde af. En toen die troepen ook neergevallen, hij leeg ook plat in die pad langs. Maar dat schiet geweldig. En ons mensen schieten ons stuk 103 voorlucht op de gelijke grond. Dat is hier en daar het doornboom, die tijd is dat kaal. Maar die wethoede en die rolbaaikjes, dat is altijd mooi teken. Ik meen, ons kon altijd mooi net recht schieten, ons was skut. En je ziet met wethoede waai. En springt hij op met de wetvlag. En in plaats van die eerste vlag opsteken, hij sprang op en net toen hij die vlag uittrekt, toen vallen hij, toen had hij het goed. En toen greep de ander in die vlag en hij sprang op en hij waaide die vlag heen en weer en hij sprang heen en weer rond. En toen stop ons allemaal zomaar dadelijk afgestopt die schoot. Wel, ik het zomaar op mijn berg klimmen en allemaal klimt op en ons reis zo maar toen staan die Engelsen wat nog gezond was, allemaal op en gooien de wapens neer. En daar had ik afgeklemd en zo gekeken, toen kreeg ik zo in die pad langs. Ik zie net dooie en gewonden slijen en die bloed loopt soms zo daar in die pad. En ik zei aan iemand daar, ik zei het leek naar hè. Hij zei, oh, zeg ik, die dooie is niks, die dooie is niks. Nee, die gewonden, die kreeg je jammer. Ik heb net één gezien dat er geleden had. Twee had hem geleden, had ook een koel door zijn benen uit op en in neergevallen, vreselijk gehuild. Toen hij mij gezegd is, zijn broer, hij is met twee broers en zijn broer wat daar dood ligt, doodgeschiet is. Toen roepen hij mij daar, maar ik heb gezien die geweers wat daar ligt, allemaal op 400 regen staan, die versieren. Dus waar ons zo ver is ons daar uitgekomen. En onze toen voorlaat gespringen, dus ligt meestal alles overeen geschiet. Ik heb net twee koers bij mij gebouwd. Eén bij mijn oor voorbij, één was voor mij toen ik klip.
En ik denk dat dit is wat sommerlijn aftrekken nooit korrel gevallen. En toen roepen ze mij en zei van nou Frans Joubert, roep mij daar, ik moet komen tolk. Ik kom die dag Engels, ik heb net uit die school gekomen. En daar was min van ons mensen daar die daar wat kon Engels praten. Toen ik daar gaan tolken, die eerste vraag wat daar die Cornel gedoen had was, hoeveel mannen heb jij verloren? Toen wist ik nog niet eens dat er één van ons geschiet is niet. Toen zei Frans Joubert, dat is vijf gewond en één dood. De vrouw werd meegevoldaardig, want hij leert het toch dapper verweer. Toen Frans Joubert trekt zijn koers op en hij zegt, nee, ik weet niet, ik dacht, ik weet, het is al zo reed. Ik heb dit aan de precies gezien, maar ik heb niks gezien niet. Maar toen praat hij net van zijn derde. Zijn benen was al bij op. De ene had twee koers deur boeken ik niet, de andere in één koers boeken ik niet. Toen komen ze mij weer daar roep. En ze zei, ik moet daar zijn vrouw, ze zei, ze praat en niemand kan met haar praten. Je weet niet wat ze zei niet. Dus ik daar naar haar toe. Ze staat bij waar ze voor wil. Ze dief, zo ze rit en ze zo wit als een doek. Voor in die waal een andere vrouw. En de dokter werd met haar, ze had die koel op haar maag en op haar zijdriet. En die een vraag mij toen daar, wat gaat ons met alle vrouwens maken of ons die ook gaan samenvatten? Ik zei, ik weet niet wat die order zal wees van die officier niet. Toen zei ze maar als ons hulle samenvat of ons lichaam doodmaakt. Ik zei u één ding waarborg, ik heb die woorden gebruikt, ik zei, I can guarantee you, dat jij veiliger is onder ons. Als onder jouw eeuwen troepen. Ze zei, ik heb toch gehoord, jullie is daarom ook christenen. Ik zei, ja, ons is christenen. En toen zei ik daarvan weer terug, toen ik voor mij een geweer daar gaan uitzoeken onder die klomp. Maar ons heeft een buit gemaakt daar die dag, van 32 waams, waarvan 3 met geweren gelaai was en 2 met ammunitie. En bije ossen was gekwetst en dood. 4 van ons is daar gelaten met kost en dingen en 18 gezonde troepen om die doden te begraven en om die gewonden te verplegen totdat hulle van Pretoria af kon halen. Wel en 18 gezonde is daar gebleven en 48 gezonde het ons samengeniet van die gevangenen. En ik heb 2, 1 sergeant en 1 van die soldaten gevraagd, hoeveel is jullie geweest? En hij let mij op twee gezegd, is 300. En daarvan was daar die 66 gezond. Dus die ander was dood en gewond. Maar ik weet niet hoeveel dood was en hoeveel gewond. Maar ons is toen die avond nog daar weggetrekt, met die hele kamp laag. Die drijvers en leierskaffers. Als is weggehaardloop en doodgeschiet, ons manschappen moest maar die waans drijven. En hier en daar had onze leer, ons had een klein kaffertje, wat geleid op. Wat een oorgebleid daar, bij ons waar. Want ons was 3 maats en ons had 1 waar wat ons moest vervoeren. En die klein kaffer, want vrouw die aan, en hoe jij gemaakt dat jij oorgebleid? Hij zei, tussen de waar zijn 2 wielen geleid. Ons vrouw daar Engels ook was, hij zei, ja, er was 5 Engels onder die baan. En ons vrouw maar voor hulle, hij zei, hulle is altijd doodgeschiet. Ons vrouw, wat zei hulle? Hij zei, net zoals die koel kreeg, zei hulle, George Gracie's. Ik meen dat het moet geweest zijn, Jezus Christus, wat hulle roept, zeker als die koel kreeg, hij zei, George Gracie's. Andere morgen het ons kisser, wat daar doodgeschiet is, daar begraven. En daarna is ons toen verder voortgetrekken en het aflossing gekregen tussen ons terug tot op Heidelberg. Waar ons die dag baie groot ontvangst door al die burgers wat er was. En waar die generaals ons baie bedankend en lof toegezwaaid. En waar de Frans Joubert daarom zo mooi voor mij uitgedrukt heeft gezegd. Moet toch nog niet al te veel luisteren naar lofgezangen niet. Maar laat ons de Heer loven en dank voor zijn redding.